Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, project ontwatering en rehabilitatie wegen Windiwaai Pontbuiten een feit. Suriname aan vooravond beoordeling Mutual Evaluation Report. Ministerie van Onderwijs zet zich in voor normalisatie onderwijsproces. En grond voor elke burger blijft prioriteit, minister Forsweek. Het project ontwatering en rehabilitatie wegen Windiwaai en Pontbuiten is een feit. Dit project is op dinsdag 29 november 2022 gelanceerd door president Chandrika Persat Santokhi. Het ligt in de bedoeling de jarenlange wateroverlast waarmee de gebieden te kampen hebben tot het verleden te doen behoren. Daarvoor zullen er nieuwe duikers geplaatst worden. Tegelijkertijd worden de wegen gerehabiliteerd en komen er voetpaden. Met Windiwaai, maar mijn boodschap naar de buurtbewoners toe. De voorzitter heeft het al een beetje in elkaar gezet, technisch gedeelte. Maar naar de bewoners van Windiwaai, we kunnen dit niet alleen doen. We hebben abirti van ook doen. Want we maken ons aan nog die abirti, maar aan onderhoud. Het is een launch van de werkgroep ontwikkeling Windiwaai en Pontbuiten. We werken hard en dit is nu al ons derde project dat we dus vandaag launchen. We hebben kleinere projecten gedaan, maar dit is een grote. En dat is het ontwateren van het gebied Windiwaai, wat in de afgelopen 40 jaren continu onder water loopt. Ja, heeft deze regering samen met deze werkgroep gezegd, we gaan het voor eens en altijd oplossen. Dus dit wordt een complete samenwerking, een PPP samenwerking. Public-private partnership. Ik denk dat we dan over een 100 dagen, 100 werkdagen, dat we dan resultaten zullen zien. En dat we dan vanaf dat ogenblik merkbaar zullen zien dat we dan niet meer onder water lopen. In elk geval niet meer zoveel. Ik feliciteer u nogmaals. We gaan ook een beetje komen kijken, controle vanuit OV. Maar ik wil die werkgroep, de essentiële werkgroep, bedanken. Dit is wat we willen hebben voor Suriname, voor de vele problemen. Als mensen mee helpen, dan zie je dat de problemen sneller kunnen opstarten. En ik garandeer, dit project wordt door die andere die ik heb opgenoemd, gaan aandacht krijgen. Wij gaan zorgen voor de garantie. We zijn bezig onderhandelen te kijken hoe we meer middelen kunnen vinden. Om ervoor te zorgen dat het gecontinueerd wordt. Maar step by step. Vandaar dus dat de minister van Landbouw, in afstemming met de president van de Republiek Suriname, heeft gemeend om ook een stuk areaal toe te wijzen aan de werkgroep. En ik heb die toestemmingsbrief meegenomen. Ik wil het nu overhandigen aan de werkgroep. In de belangrijk. Nogmaals, het is na eerste woord, als de infrastructuur komt, de rest ook komt. En ik feliciteer de Sumafua werkgroep, aan andere voorzitter Jaso, aan de traleden, investeer aan Beauty en Ugo Sodoro. Dat is wat we nu gaan doen in de tweede helft van onze regeerperiode
buurt ontwikkelen, investeren in alle wijken, alle buurten gaan we projecten uitwerken. We hebben microprojecten en daarvoor hebben we geld vrijgemaakt om deze projecten allemaal in de buurten te gaan initiëren. Gefeliciteerd, God bless you, thank you. Suriname staat aan de vooravond van de beoordeling van zijn Mutual Evaluation Report door de Caribbean Financial Action Task Force. Het betreft de beoordeling in zaken regelgeving voor het tegengaan van money laundering en terrorismefinanciering. Het finale conceptrapport wordt thans besproken tijdens de plenaire vergadering op de Cayman-eilanden. Meester Roy Bajanat Pandey is coördinator van de projectimplementatie-unit van het anti-money laundering programma van de regering. Hij gaat dieper in op de materie. De samenleving zal inmiddels bekend zijn dat we in 2021 de productie hebben gehad van wat genoemd wordt een National Risk Assessment voor de bestrijding van money laundering, terrorisme, financiering. Een rapport dat is uitgebracht door het projectmanagement team onder leiding toen van mevrouw meester Van Dijk Silos. Dat document en nog andere documenten zijn aangeboden aan de Caribbean Financial Action Task Force, omdat die op basis, de organisatie, de regionale organisatie moet ik zeggen, op basis van afspraken met Suriname in februari, maart van dit jaar, de landen-evaluatie van Suriname heeft gedaan om te weten waar Suriname staat in haar activiteiten, in haar wetgevingssysteem, in haar instituten voor wat betreft de bestrijding van money laundering, terrorisme, financiering. En in de loop van de tijd is er nog één item erbij gekomen, namelijk de bestrijding van de financiering van de illegale handel in wapen en munitie. Dus deze drie thema's zijn gereviewd geworden door de examiners. Ze hebben mensen gesproken binnen de overheidssector, de niet-governementele organisaties, de private sector. En daardoor hebben ze een beeld gekregen van waar Suriname staat qua wetgeving, qua handhaving van de wetgeving, qua toezichtmechanismen op de naleving van de wetgeving. En dat hebben ze vervat in een rapport. Dat rapport, welke de naam heeft van Mutual Evaluation Report, MER, is aan Suriname reeds in mei aangeboden in de draft, in de conceptversie. En wij hadden de gelegenheid om in te lezen, om te kijken als er correcte zaken waren weergegeven. En hadden de gelegenheid om daarop bij incorrecte weergave van tekst, om daar aanbevelingen te doen voor tekstcorrecties. Hetgeen is gebeurd en een geruime tijd in beslag heeft genomen. Met als gevolg dat we pas zo tegen eind oktober, of was het de derde week van oktober, de finale draft hebben gekregen met de mededeling dat deze finale draft gaat circuleren onder al de leden van de organisatie. Dat zijn de stemgerechtigde leden van de organisatie, rond de 27 tot 28 leden, landen moet ik zeggen. En is tegelijkertijd ook aangeboden aan organisaties en landen die geassocieerd zijn met de CFATF, die geen stemrecht hebben, maar wel volledig mogen participeren in discussies en in feite een iets ruimere rol dan toehoorder hebben. Ze mogen namelijk ook initiatieven ondernemen en ik moet zeggen dat we van deze landen die de naam dragen van de COSON landen, dat betekent de Contributing en Supporting Nations, dat de CFATF periodiek van hun middelen beschikbaar krijgt, financiële middelen beter gezegd, en technische expertise om lidlanden van de regio bij te staan in de vorm van onder andere trainingen. Nou, ons rapport wordt beoordeeld. We hebben op maandag jongstleden 28 november is in een anticomité de zogenaamde kleine vergadering
is er reeds inhoudelijk gekeken naar het rapport nog eens. Maar met name wat Suriname nogmaals zou willen aanbieden aan comments, aan commentaar. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zet zich ervoor in om stremming in het onderwijsproces te voorkomen. Vanwege het actiemodel van de onderwijsbonden zijn enkele scholen op woensdag 30 november gesloten geweest. Met het oog op de repetitieperiodes heeft onderwijsminister Marie Levens graag dat de schooldeuren open blijven voor degenen die wel les willen geven. U hoort de bewindsvrouw in gesprek met de communicatiedienst Suriname. Dus wat er op dit moment gebeurt, is dat de VOLS een staking heeft uitgeroepen. Het is een eendaagse actie en ze hebben de bonden die bij hun zijn aangesloten gevraagd om thuis te blijven. De leerkrachten gevraagd om thuis te blijven, omdat ze een protest willen laten horen tegen de stijgende koersen. Met de VOLS hebben we als ministerie van Onderwijs een werkrelatie. We zijn op dit moment met hun in bespreking over een wensenpakket, maar dat is niet de reden waarom ze staken. Want we hebben al behoorlijk wat ontwikkeld samen met de VOLS. Hun eisen, het grootste deel, daar zijn we, hebben we overeenstemming over. En we spreken de komende weken elkaar nog over nog wat restpunten. Dus dit is geen staking tegen het ministerie van Onderwijs. Het is een staking tegen de enorme stijgende koers. En natuurlijk de prijzen die de lucht ingaan. Maar het raakt het onderwijs wel. Dus hoewel ze dus een protest laten horen, dat eigenlijk de hele regering waar ik onderdeel van ben raakt het ook het ministerie van Onderwijs in het bijzonder. En in het bijzonder raakt het de kinderen. Toch moeten we, een beetje gerust zijn, omdat de schoolleiders, die zijn verantwoordelijke mensen. En die hebben wel ervoor gezorgd dat de deelexamens normaal voortgang vinden. En ik heb gemerkt dat ook vanwege de brieven die naar de ouders zijn gestuurd, dat de repetities ook gewoon doorgaan. Bij verschillende scholen. Dus er is een stukje verantwoordelijkheid ten aanzien van de deelexamens. Het ligt niet helemaal plat en het stoort niet alle kinderen. En het is dus belangrijk dat je vooral de examens niet stoort. En ik ben blij om te horen dat dus die normaal doorgaan. Het is een staking van de VOLS. Er zijn natuurlijk meerdere onderwijsbonden. En dat is de reden waarom het ministerie heeft gezegd, luister, een deel van de bonden van onderwijsgevende staakt en een deel staakt niet. Wat je dan moet doen is zorgen dat de poorten wel open zijn voor de groep die niet staakt. En dat de kinderen die dan wel komen, dat ze niet op straat komen te staan. Want die verantwoordelijkheid heeft het ministerie wel. Kijk, staken is een recht, maar het moet netjes gebeuren, zodat er geen ongelukken gebeuren. En dat is dus goed opgepakt. Wij hebben dus bekendgemaakt dat de scholen open zijn. Dus alle kinderen kunnen gewoon naar binnen. De schoolleiders die zijn verantwoordelijk dat de kinderen veilig zijn. Het meest belangrijke is, als een deel van de leerkrachten staakt, en daar hebben ze hebben recht erop. Het is een staking, is een recht. En dat de anderen die niet staken, niet gestoord worden in hun werk.
En dat de kinderen beschermd zijn. Dat is het meest belangrijke. Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer blijft invulling geven aan zijn beleid om elke burger van een stuk grond te voorzien. Dit indachtig de visie van de regering dat grond mede bepalend is voor de persoonlijke ontwikkeling. Voor 2022 wil minister Dinota Forswijk nog in Marowijne en Saramaka grondpapieren uitreiken. De bewindsvrouw zegt vanaf januari ook negatieve adviezen aan grondaanvragers te zullen doen toekomen. Dit jaar willen we nog graag 2 districten aandoen. Het gaat namelijk bij deze om Marowijne. Marowijne zijn we maar 1 keer geweest en ook Saramaka zijn we ook maar 1 keer geweest. Dus de voorbereidingen naar deze 2 districten zijn nu in volle gang. Marowijne is eigenlijk zo goed als af. In Saramaka zijn ze nu momenteel bezig met veldwerk, domeinwerk en glis. En daarna kunnen we dan ook deze 2 districten aandoen voordat het jaar afsluit. Momenteel hebben we ongeveer misschien nog een 15.000 aanvragen. Maar we zijn echt drukdoende bezig om ze dan af te handelen. Een specifieke case misschien welke ik ook misschien aan kan halen, is dat verschillende regeringen, misschien moet ik het aangeven, bang zijn om afwijzingbeschikkingen te maken. Een afwijzingbeschikking is dat wanneer iemand een aanvraag heeft gedaan en misschien is het geen vrijdoel meer of misschien is het uitgegeven aan iemand anders. De persoon heeft dan nooit wat gehoord. De persoon blijft dan in de hoop van oké, mijn aanvraag is in behandeling, ik ga nog wat horen. Dus misschien al deze aanvragen, we noemen ze de negatieve rapporten, zitten ook allemaal in deze 15.000. Dus wanneer je die misschien eruit haalt, zijn er misschien net maar 12.000 of 10.000 die positief zijn. Maar ik heb gemeend samen met mijn directie om vanaf januari de afwijzingen te doen toekomen aan de burgers. Dan hoeven ze dan niet meer thuis te zitten en te wachten in een hoop van oké, ik heb een aanvraag gedaan en ik zal het krijgen of ik moet het krijgen. Maar we moeten eerlijk zijn om de mensen ook te kunnen aangeven van hé, daar is geen vrije plek, daar is een eigendom of iemand anders heeft het al gekregen. Dus wij zullen wel de knoop doorhakken om vanaf volgend jaar om de afwijzingen wel te geven. Alles wat men heeft aangevraagd af te handelen. Zodat de mensen eigenlijk, om het zo te zeggen, uitslag krijgen van dat rapport. Dat is onze streven. Dat iedereen die een aanvraag heeft gedaan, wat moet horen van het ministerie. Al is het negatief, al is het positief. Maar je moet iets horen van het ministerie. Om deze Surinamers die eigenlijk behoeftig zijn of nog niet in aanmerking zijn gekomen voor een stukje bouwkavel, wil ik eigenlijk geruststellen dat ze ook in aanmerking zullen komen. Deze regering heeft het aangekondigd dat voor elke burger die nog geen bouwkavel heeft vanaf 21 jaar, wel in aanmerking zal komen voor een bouwkavel. En dat doen we middel onze online systeem om je daarop te registreren. En sowieso zal je ook in aanmerking komen. Net als de vele andere burgers die in aanmerking zijn gekomen via onze online systeem. Een normale aanvraag is nog steeds hetzelfde. Dat is bijvoorbeeld iemand heeft een stukje perceel op het oog. En de persoon gaat dan naar een landmeter en vraagt van meneer de landmeter, kunt u me helpen om een figuratieve kaart te maken? De persoon krijgt dan zo'n figuratieve kaart van de landmeter. De persoon schreef een verzoekschrift naar het ministerie of naar de minister om eigenlijk in aanmerking te komen voor zo'n kavel als het vrij is. Wanneer de persoon dat heeft gedaan, gaat die het indienen bij domeinkantoor. Dat is aan de Prins Hendrikstraat. De persoon krijgt dan een LAD-nummer. Dat is eigenlijk een nummer om te kunnen bewijzen dat u heeft ingediend. Dan begint dat proces intern bij ons.
Het gaat dan naar grondinspectie, de verschillende adviezen gaan de deur uit, DC-advies, verschillende instanties komen dan in beeld. Wanneer alle adviezen terug zijn en ze zijn allemaal positief, wordt er een conceptbereidsverklaring gemaakt. Kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.